Als je vraagt door wie Nederland in de Tweede Wereldoorlog bevrijd is, dan zullen de meeste mensen zeggen door de Canadezen, de Engelsen of de Amerikanen. Maar hier in Axel was dat anders. Hier waren namelijk de Polen de bevrijders. In september 1944 zag het er hier totaal anders uit. Wat was hier nou aan de hand, Mario? Ja, de Duitsers die wisten dat er eigenlijk wel iets ging gebeuren. Ja. In het vroege voorjaar, de Atlantikwal natuurlijk. Dus ze hadden opdracht gegeven om Axel hier onder water te zetten. Okay. Dus op 1 april 1944 hebben die Duitsers hier Axel aan omstreken onder water gezet. En je kan wel voorstellen, als je één grote plas water hebt, hoeft niet veel te zijn. Maar je ziet niks, je ziet de slootkant niet, je ziet de wegkant niet. Dus ja, waar moet je lopen en waar moet je rijden met voertuigen? Dus dat is gewoon heel moeilijk. Dat was een hele goede strategie van die Duitsers om iets onder water te zetten. Natuurlijk een hele goede bemoeilijking voor de geallieerden. De eerste Poolse panzerdivisie die had opdracht gekregen Oost-Zeeuw-Vlaanderen te bevrijden. En ze vielen onder het eerste Canadese leger. En ja, wij waren er heel verrast over. Dat dat Polen waren eigenlijk. En hoeveel waren dat er? Dat ongeveer 16.000 man. Hoeveel zijn er uiteindelijk gesneuveld hier in de omgeving? Hier zijn er, waar wij zeker van weten, 63 gesneuveld in Axel. We vermoeden meer. Maar ja, met die schuilnamen en is het altijd bij de Polen eigenlijk heel moeilijk. We staan nu midden op dat strijdtoneel van toen. En deze brug waar we op staan, de Beliebrug, die hoorde daar ook bij. Hè? Die heeft veel betekend in de oorlog. Ja, heel veel betekend, ja. Die Beliebrug die is op de derde verkorting. Op een gegeven moment, op een dinsdagmorgen vroeg, zouden de vliegtuigen opstijgen in Londen. Die zouden Axel bombarderen. Er waren hier veel te veel verliezen bij de Poolse soldaten geweest. En wij hadden geluk, want op die dinsdagmorgen vroeg was het heel mistig. En dan heeft de Poolse genie, die heeft opnieuw geprobeerd een brug aan te leggen op de derde verkorting. Om over dat water? Om over dat water te kunnen gaan. En dat is gelukt. In die mist konden die Duitsers natuurlijk die brug weer niet meer kapot schieten. En toen zijn de tanks erover gegaan. En dankzij die brug en die Polen, die genie, kwamen heel veel soldaten uit de stad Gdynia. Dat is een havenstad in Polen. En die genie die had altijd de traditie, die zetten altijd een stad uit hun vaderland, noemden ze altijd een brug na. Dus dankzij die Gdynia-brug zijn we heel veel bespaard gebleven in Axel. Zijn je dus niet gebombardeerd? Zijn we niet gebombardeerd. Nee, dat klopt. Die Polen, wat waren dat dan voor mensen? Ja, Polen waren natuurlijk hele harde strijders. Ze waren hele goede soldaten eigenlijk. Ja, en je kan me voorstellen, ja, die hadden natuurlijk een groot probleem. Als je nou, een Duitsland viel natuurlijk Polen binnen in 1939. Dus ze koesterden een wrok en daardoor werden ze nog feller misschien. Ja, natuurlijk. Je had dan, ja, dat vind je natuurlijk niet leuk als je vaderland natuurlijk onder de voet gelopen wordt. En het leger, ze hadden een goed leger, maar wat deden die Duitsers? Die namen de Russen in de hand. Dan had je twee legers tegen één leger. Ja, en dat is natuurlijk niet eerlijk. En toen zijn ze via een omweg natuurlijk richting Engeland gekomen. Daar hebben ze opleiding gedaan om eigenlijk hun vaderland terug te veroveren. Daar zijn ze eigenlijk voor meegegaan. Alleen, ze hebben het nooit gekregen. Ze waren ook heel bang, want ze gebruikten heel vaak een schuilnaam. Want die Duitse bezetter natuurlijk, die zat nog in Polen. Mocht het natuurlijk misgaan, dan zou natuurlijk heel jouw familie, oh jij heet zo, dan tochten die Duitsers even heel jouw familie in Polen op. Hoe weten wij dat, dat zij allemaal onder die schuilnamen leefden? Ja, ik heb onder andere hier in het museum natuurlijk heel veel voorbeelden ook daarvan. Ik ben er wel benieuwd naar. Nou, dan gaan we even kijken. Kijk, hier heb je onder andere van Marian Bajak. Deze meneer, die heeft dus de schuilnaam gekregen. Ficus Marian. Wat deden ze? Ze deden heel vaak hun voornaam als achternaam gebruiken en dan een fictieve voornaam verzinnen. Dus Marian Bajak, dus die Bajak is vervallen, Marian is zijn achternaam geworden en Ficus is ervoor gekomen. En Ficus hebben ze gewoon verzonnen? Dat hebben ze gewoon verzonnen. En zoals je ziet op zijn doktag, dus eigenlijk als je sterft, blijft er één bij het lichaam en één wordt dan meegenomen voor identificatie. Daar staat ook Ficus Marian op, dus niet zijn echte naam. Dus in Engeland waren ze ook allemaal bekend onder die schuilnaam. Maar dat staat ook op je officiële documenten. Dat klopt. Op zijn officiële documenten staat Ficus Marian, dus niet Marian Bajak. Wat was Bajak voor iemand? Deze meneer die zat bij de 9e Flandrian Rifles. Die zijn voor het eerst in Axel bij de bevrijding binnengekomen. Die waren onder het bevel van kolonel Sitlowski.
Die Marianne mag niet vergeten worden, omdat ze eigenlijk hun vaderland nooit teruggekregen hebben. Ze hebben eigenlijk gevochten voor niks. Ze hebben wel voor ons. Wel voor ons, ja. Onze vrijheid, dat wel. Ja. Dat wel, dus daar zijn we, daarom mag je het nooit vergeten. Daarom zijn we er wel heel dankbaar voor. Daarom misschien extra dankbaar zijn. Misschien. Daarom zeker extra dankbaar zijn, ja. Absoluut. Ja. Door de dappere mannen van de 1e Poolse Panzerdivisie was Zeeuws-Vlaanderen al in 1944 bevrijd. De Poolse soldaten trokken vervolgens door naar Noord-Brabant. Daar vochten ze verder tegen de Duitsers. Theresa, uw vader, die was onderdeel van die Poolse panzerdivisie. Mijn vader heette Severin Klei. Hij was eigenlijk tankchauffeur, maar ook commandant van de tank die hij bestuurde. Hij heeft ook cursussen gevolgd en hij was dan instructeur. Hij leerde de jongens niet alleen autorijden, maar ook tankbestuurder worden. Heeft hij überhaupt verhalen verteld over die periode? Over de politiek werd veel gepraat. Hoe ze eigenlijk bedrogen werden, zowel door Rusland als door, uiteraard door Duitsland. Maar ook Churchill, die hen een beetje genegeerd heeft na al het werk dat ze gedaan hadden tijdens de oorlog. Ze mochten bijvoorbeeld niet meestappen in de grote overwinningsparade in Londen. En dat heeft die mannen wel eigenlijk zwaar getroffen. Dan ze er eigenlijk een leven... Ze hebben net zo hard gevolgd. Ja, een leven geriskeerd hadden. Ze konden niet meer terug naar hun eigen land. Omwille van de politieke situatie. En dan werden ze ook nog iets genegeerd door de overwinnaars eigenlijk. En dat viel hen wel zwaar. Die mannen hebben gevochten. Die hebben daar niks voor gekregen. Die kwamen hier. Die hadden niet anders dan plichten, maar geen enkel recht. Ze konden hier blijven, maar ze moesten een werkvergunning hebben. Als ze geen werk hadden, dan waren ze verloren in zekere zin. Ze kregen niet zo'n pensioen als dat je normaal kreeg als je in het leger had gezeten. Ze moesten een verblijfsvergunning hebben. Ze moesten iemand hebben die borg voor hen stond. En als ze dat niet hadden, dan... Ze waren statenloos. Hè? Dus dan waren ze eigenlijk... ze waren vluchtelingen in feite. Als je ziet wat die daar allemaal voor gedaan hebben. Geen enkele erkenning, geen pensioen, geen oorlogspensioen. En ik vind dat erg. En nu dan die mannen allemaal overleden zijn, nu krijgen ze wel de eer die hen toekomt. Maar ze hebben er niet van kunnen genieten. Papa zei altijd, ik heb hier geen familie, maar de Polen, die zijn mijn familie. Dus voor mij is die Poolse nationaliteit of dat Pools gevoel, dat maakt gewoon deel uit van mij. Dat is mijn... Zit in uw DNA. Ja. In mijn hart voel ik mij, Pools.